Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Ralf de Gamer en ik heb even een soort van mededeling. Kijk, ik ga heel even wat pakken. Ik heb dus dit gekregen. Kijk, en dit is dus eigenlijk gewoon een klein selfie stickje. Je kan hem niet uitschuiven ofzo, het is een statief. En kijk, je kan hem dus zo doen. En zo. En als je kan deze kan je eraf rollen. Dus dan doe je gewoon zo. Maar hier pas je telefoon dus in en dan kan je zo doen. Om je telefoon daarin te laten doen. Om je telefoon daarin te kunnen doen. En dit is dat dus. En ja, het is dus een statiefje. Dus dan kan ik beter filmen ook. En ik vond het ook wel handig, want in Spanje, ik krijg als ik een goed rapport heb, wat waarschijnlijk wel zo zou zijn, krijg ik een action cam. En een betere, ik heb er nu nog eentje en dat is deze. En dit is volgens mij, ja dit is echt de eerste generatie, dit is een X1 van Nikkei, zoals je hier ook kan zien. En ik krijg dus, krijg ik een X6 en dat is de nieuwste generatie. Maar die is wel een beetje duur. Dus die krijg ik als ik een goed rapport heb. Maar het handige is dus, als het goed is. Ik pak heel even snel de behuizing eromheen. Kijk, want je kan hem zo, kan je hem zo opdoen. Dan draai je hem aan. Kijk, en dan kan je gewoon zo doen. En zo. Maar als je deze bijvoorbeeld ook losser doet. Dus dan doe je bijvoorbeeld zo. Hier, dan kan je hem zo doen. En als je deze dan weer aandraait. Dan zit hij weer strakker. Het is wel een handig ding. En hij was niet zo heel duur. Hij was 8 euro. Was wel goedkoop gelukkig. En ja, ik hoefde niet echt zozeer een selfie stick te hebben ofzo. Dat hoeft niet echt zozeer. Ja, deze camera, dat is eigenlijk mijn hoofdcamera. Daar film ik niet heel vaak mee. Maar ja, is wel handig om te hebben. Daarnaast. Nou ja, daar moet ik nog even wat op verzinnen, maar dit is dus ook de behuizing van waarschijnlijk de nieuwe camera. Dat is dit. En volgens mij, als je deze eraf schroeft, dan kan je hem erin vastzetten. Ik ga heel even proberen. Don't try this at home, dit is een beetje apart. Als het goed is, dan kan je deze er zo van afhalen. Ja, kijk. En dan, als het goed is, kan je deze erop zetten. Moet je hem wel goed aandraaien. Anders kan er water in komen, dat wil je niet hebben. En dan draai je hem even wat aan. Kijk, en het is dus van plastic, dus het gaat niet roesten of zoiets van dat dergelijke. Maar dit is gewoon eigenlijk een soort van update video. Oké, dus mijn nieuwe action cam, als ik die nog ga krijgen. Ik hoop het wel. Ik heb tot nu toe nog gewoon een supergoed rapport. Dus dan, het is gewoon hetzelfde cameraatje, alleen gewoon veel betere kwaliteit qua filmen. Want nu het hoogste wat deze kan, 720 pixels of zo. En het laagste is... volgens mij iets van 480 of zo. En dat is dan nog wel het beste. Dus dan doe je voor... ja, het is gewoon nog het steeds hetzelfde of zo. Dus dan doe je zo. En dan kan je zo onder water filmen. Maar jullie krijgen binnenkort nog wel een update video. Want ik weet nu nog niet zo heel erg precies. Van ja, hoe dat hoesje eruit gaat zien en zo. En et cetera. Dus nou ga ik heel even deze weer gewoon opschroeven. En ja, het is op zich wel een makkelijk systeem allemaal. Ze hebben er wel goed over nagedacht. Kijk, want in Oostenrijk, de vlogs uit Oostenrijk, dan had ik hem zo op. En dit kan je dan op je helm zetten. Dat is dan handig. Oké, nou deze schaar die kan weer daar.
Maar ik ga jullie nu even laten zien van hoe het eruit ziet als ik ermee film. Dus ik zet deze er nu op. Kijk, dat is ook echt zo gebeurd. Ik draai hem gewoon aan. Zo. Oké, dus ik hou jullie nu even van de oplader. Mijn telefoon die was bijna leeg. Oké. Ja, ik even gewoon zo'n video. Oké, kijk. Dus jullie zijn nu van de oplader af. En dan zet ik nu dus dat ding zo omhoog. En dan ga ik hem even zo. Oké, hij kwam tegen mijn uitknop aan en toen ja, stopte hij met filmen. Maar zo ziet het er dus uit. Dus dan kan ik gewoon zo doen en zo. Kijk, en als ik jullie op het statief vastzet, dan gebeurt het gewoon zo. Dan maak ik hem wat losser, want nu staat hij scheef. Kijk, en dan doe ik gewoon zo. Wat losser maken, anders dan kom je niet zo ver. Kijk. Zo. En dan doe je bijvoorbeeld zo. Zie je, dat is wel handig. En ja, ik vind het voor de rest vind ik het een heel handig ding. En het was eigenlijk vooral omdat het niet echt heel handig is, want ik heb ja, je hebt daar heel veel mooie bijtjes en zo. En dan is het niet zo heel erg leuk om. Ja, gewoon zo met dat ding in je handen. Dus dat kan je makkelijker zo. Maar je kan het dan ook bijvoorbeeld zo andersom filmen. Wat ik nu ga laten zien. Oké, ja, ik ben nu nog wel even aan het leren. Maar kijk, dan doe je gewoon zo. Dan hou je dat ding gewoon zo vast. En dan doe je zo. Zie je, dan doe je bijvoorbeeld zo. Ja, het is wel cool allemaal. Ik vind het wel makkelijk. En ja, dat was eigenlijk de update video. En ja... Laat in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik kan nog steeds niet zo heel veel uploaden, omdat ik binnenkort... Volgende week heb ik wel een Frans toets, dus waarschijnlijk dat ik dan wel... misschien wel een paar keer kan uploaden of zo. Maar ik heb daarna volgens mij, het is nu dus dan... Ja, dan heb ik volgens mij, daarna heb ik een week geen toets. En dan heb ik daarna misschien, ja, ik weet niet precies... Dan heb ik wel de week van de 25ste, dus dat is 25 juni, heb ik wel een toetsweek. Dus dat weet ik verder niet zo heel precies hoe dat... Ik heb wel mijn rooster al. Maar misschien dat ik dan... Ik ben dan... Even kijken, dan 5, 6, 7, 8... Ja, 29 juni ben ik dan dus klaar met de toetsweek. En dan heb ik nog een week les. En dan daarna ben ik wel echt van school vrij. Dus dat ik dan gewoon naar de derde ga. En ja, verder... Ja, verder gaat het prima. Het gaat allemaal goed op school. Daarom heb ik dus juist even een paar weken niet zo heel veel geüpload. Omdat ik best wel veel toetsen had. Ik had rond de 5-6 toetsen per week. Maar ja, ik moet nou even stoppen. Ik ga verder met mijn Frans. En ik zie jullie wel in de volgende video. Dit was even wat langere update video. Omdat ik even vond dat ik even wat een beetje een update video moest hebben. En... Ja, dus dit gaat dus eigenlijk gebeuren met het vloggen. Ik ga 13 juni of juli of zo naar Spanje. Ik weet niet precies. En dan vertrekken we om 3 uur 's nachts. En dan zijn we, de dag daarna zijn we, rijden in 1 keer door. Dus dan zijn we waarschijnlijk die avond zijn we in Spanje al. Maar ja, jullie zien dat wel, want dan ga ik gewoon echt vloggen. Dat wordt wel heel erg leuk. En ja, tot die tijd kan ik mijn autokanaal in de gaten houden. CarsTube Central, en daar upload ik nog steeds regelmatig op. Maar dat is eigenlijk merendeels omdat ik gewoon de video's heb ingepland. Dus dat ik gewoon letterlijk ingepland heb met video's. Elke week een video en soms daarna heb ik nogal wat video's die ik al gemaakt had. Die upload ik daarna gewoon. Maar ja, het duurt best wel lang om soms even een video te maken. En tijd is best wel kostbaar als je ook veel moet leren. Dus ja, bedankt. Hopelijk begrijpen jullie het. En super bedankt voor het kijken naar deze video. En ik kom er net achter dat dit ook gewoon zo kan. Dat je gewoon dit zo kan doen. Dat is wel vet. Staat er wel een beetje raar nu, maar... Ja, dat is wel cool. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie de volgende keer. Doei! Oh ja, en ik ga de 16e met Liam... ook wel Liam B-Max die jullie waarschijnlijk niet hebben gezien... omdat ik echt een hele lange tijd geen filmpje met hem heb opgenomen.
Volgens mij de laatste was in 2000. Nou, was dit jaar nog. Heb ik een filmpje met hem opgenomen. Maar ja, ook hij heeft het heel druk op school. Maar ja, de 16e, dus dat is over een week, ga ik met hem naar Duitsland. Volgens mij vertrekken we dan vrijdag al, dus dat is dan de 15e, maar dat vlog ik ook. Dan gaan we naar een huisje in Duitsland en dan gaan we naar de Nürburgring. Dat wordt wel heel vet. Maar ja, ik ga nu dus even kijken. De Nürburgring, daar komen dan heel veel oude auto's langs. En dat zal ik dan waarschijnlijk op mijn kanaal, dus dit kanaal, plaatsen. En mijn autokanaal. Autokanaal zal ik waarschijnlijk meer van de auto's, ja, daar zal ik meer van de auto's plaatsen. En op dit kanaal zal ik meer gewoon over wat we daar doen plaatsen. Niet echt zozeer van, er komen dus heel veel auto's langs op de Nürburgring en dan kunnen we daar gewoon kijken. Maar ik zal op dit kanaal zal ik dus gewoon meer letterlijk het moment doen. En ook verder nog gewoon van wat we verder die dag hebben gedaan. En op mijn autokanaal zal ik letterlijk alleen maar de auto's uploaden. Maar ja, dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer. En nu wel echt. Doei!